Daar zijn we dan. In rood licht. Gisteren was de zaal leeg. Er zou gepraat worden over coronamaatregelen. Maar het was te moeilijk. Gisteren lukte het niet, vandaag wel. Gelukkig. Want het is goed dat we blijven praten. Met Willem-Alexander die tevreden toekijkt. Ik denk altijd dat hij op deze foto aan zijn vrouw denkt. Een beetje trots en een beetje verbaasd ook, ziet hij eruit. Zo van, ja, ze wil echt met mij. En ik snap dat dat hem aantrekkelijk maakt voor haar. Ik kon de balie inlopen vandaag. Dingen waar je in kan lopen en dan geen levensmiddelen hoeft te kopen, die zijn schaars. De presentatrice zegt, ik zal jullie zo goed mogelijk door dit programma proberen heen te leiden. Lief dat ze dat zegt. We hebben het wel eens nodig, want het is heel koud hier, helaas. Ze haalt nog even diep adem. Haar voeten staan stevig op de vloer. Er wordt afgeteld en het licht gaat aan. We zitten niet langer alleen meer, maar in rood licht. We zitten niet langer voor mijn gevoel meer op de wallen achter het raam. De sfeer is serieus. Misschien omdat we hier alleen mogen zijn van onszelf als het essentieel is. Dat is wel jammer, hè? Dat we alleen essentiële dingen mogen doen. Dingen waarvan we van tevoren zeggen dat ze essentieel zijn. Maar dat zijn er maar een paar. Maar de dingen die gewoon grappig, gezellig, wel aardig, een beetje saai, maar ach wie weet. En dan later essentieel blijken te zijn, daar gaan we allemaal niet naartoe. En dat zijn uiteindelijk de essentieelste dingen waarvan je niet wist dat ze essentieel zouden worden. Het portret van de koning hangt nergens in Amsterdam, zo blijkt. De twee pleiters lachen naar elkaar. Dat is een supermooi momentje tussen twee mensen die het niet eens zijn. En dat gebeurt dus niet op Twitter. Dat momentje met die lach. De rechters zijn vrij essentieel, zegt de presentatrice. Dat vind ik grappig. Vrij essentieel. Niet echt essentieel, dus vrij essentieel. Er komt geen uitspraak, maar een aanzet voor een denkrichting. Zou vaker moeten, ook op Twitter alsjeblieft. Nanda begint te praten. Het lijkt of de koning iets breder lacht. En ik moet toch aan Idols denken. Deze jury vind ik leuker. De jury van Idols vindt zichzelf echt super essentieel, maar ze zijn het niet. Deze jury werd aangekondigd als vrij essentieel, maar volgens mij zijn ze heel essentieel. Dat voel je aan hoe ze daar zitten. Mensen die zichzelf super essentieel vinden, zijn dat vaak niet. Mensen die echt essentieel zijn, die zijn vaak bescheiden, hoeven zich niet zo op te pompen. Die twee achter dat bureau zijn bescheiden, rustig en luisteren echt. Dat is zeldzaam. Ik vind het heel erg leuk dat ik plots een jongere blijk te zijn in het verhaal van Bas. Een jongere, want onder de 60. Ik voel me direct heel jong, bevalt me zeer. Ik wil gelijk allemaal dingen die niet mogen. Maar in de wereld van Bas zou dat dus wel mogen. Als je jongere bent, en dat ben ik dus, hoera. Bas zegt aan het eind van zijn verhaal, ik wens u succes met de afweging. Hij lacht er heel lief bij. Even zie ik hoe hij eruit zag als jongetje. Fijne ruimte vind ik dit, waar mensen dankbaar zijn omdat ze hun verhaal mogen doen. Hoef je op Twitter ook niet te verwachten. Waar de jury geen draaistoel heeft, maar een luisterend oor. Waar mensen het niet eens zijn en toch even naar elkaar lachen. Dank u wel dat ik hier mag zijn en mijn verhaal mag houden. Dat zei de eerste spreker. Ik snap dat gevoel. Ik ben ook super dankbaar om hier te mogen zijn. Op een plek waar ik mag zijn zonder dat ik levensmiddelen of douchegel hoef te kopen. Want dat blijkt ook heel essentieel. En de speldjes die in mijn haar zitten vanavond heb ik ook net gekocht, waren ook essentieel, kennelijk. Ik moet niezen. Ik doe het in mijn hand. Heel dom. Hopelijk niet in beeld. Ik weet dat deze zaal gisteren leeg was. Omdat het debat dus te spannend is geworden soms. Treurig. Deze lege zaal gisteren. En die mensen met hun mening thuis, niet samen in de zaal, om even naar elkaar te glimlachen, zoals daarnet wel gebeurde, hier. De rechter heeft een pokerface. Wat verwacht u van een rechter, vraagt hij. Super slim en een beetje gemeen om het zo om te draaien. Wat moet er gebeuren, vraagt hij dan. Ik zou deze lockdown uitzitten, zegt Bas. Dat dus wel. Hij wil het niet vandaag al anders. Ik voel gebeuren wat er vaak gebeurt in debatten. Dat mensen het toch eigenlijk een beetje eens zijn. Omdat ze thuis blijven als ze het echt niet eens zijn. Zoals gisteren toen de zaal dus leeg was. Benieuwd of Willem-Alexander er gisteren ook hing. Ik stel me voor dat hij toen niet blij keek. Misschien liep er een stille traan over zijn wang. Over die lege zaal. Met mensen die niet meer wilden praten. Bas wil naar de lange termijn kijken. Daar trek je vaak geen volle zalen mee. Dat duurt te lang, is te ver weg. De rechter is best streng. Hij zegt, probeert hij nu de publieke opinie te omzeilen en de politiek? Arme Bas, hij heeft vast en zeker gevraagd om hier te zijn. Hij heeft ja gezegd en bedankt gezegd en nu moet hij dit gaan beantwoorden. Hij gaat goed om met de vraag. Ik zou een beetje rood geworden zijn, denk ik.
Nanda vraagt aan Bas om een slogan te maken. Iedereen moet doen waar hij goed in is, zegt hij. Hij bedoelt hem niet als slogan, maar het is een opmaat. Maar ik vind hem al best aardig als slogan op zichzelf. De volgende spreker is aan de beurt. Hij noemt direct de grondwet vaag. Cool begin. Gelijk de grondwet dissen. Lekkere binnenkomer. Heel anders dan Bas, die even bedankte. Ik zie nu pas dat Nanda een neusbelletje heeft. Hoe geweldig. Ik associeer dat met reizen en avontuur en dansen en in hangmatten liggen zo met één been eruit slingerend. Met natuurlijk nagellak, want daar heb je dan tijd voor op vakantie. Die neusbel is een soort vage herinnering aan een tijd van lang geleden. Toen in deze zaal drukke, vrolijke debatten waren met veel spuug en in het café daar buiten gediscussieerd en geflirt werd bij het leven. Ik hoop dat jullie thuis gelukkig zijn en met veel. Ik hoop dat jullie aan het doen zijn waar jullie goed in zijn. Ik hoop dat jullie bezig zijn met iets wat heel essentieel voelt. Hopelijk wat troostbelevend aan het feit dat we hier zijn en geen lege zaal. De laatste zin van de tweede spreker is, nou, dat was het, dank u wel. Hij kijkt blij, alsof het volstrekt essentieel is wat hij zegt. Hij zegt ook, een alternatief is er gewoon niet. En nog eens, een alternatief is er gewoon niet. Ik denk aan het team waar Bas het over had, waarin iedereen doet waar hij goed in is. Er is niet één recept, zegt de tweede spreker. Dat zei de eerste ook. Er is niet één recept. Dat vind ik een mooie slogan. Maar ik zie hem nog niet hangen achter Rutte tijdens de persconferentie. Met 50% van de kennis moeten we 100% van de keuzes maken. Die was van Rutte in maart. Die vond ik heel mooi. Dat vind ik echt een super slogan. Die zou ik eigenlijk elke dag wel weer willen horen voor altijd. Want het is natuurlijk altijd zo. De hele dag. Dat is op zich een legitieme vraag, zegt de tweede spreker tegen de adviseurrechter. Op zich een legitieme vraag. Slim. Je krijgt een vraag en in plaats van te denken wat ik zou denken van oh, nu moet ik hem goed beantwoorden, zeg je ja, die vraag is op zich legitiem. Draai je het mooi om, moet die vraag een beetje auditie doen in plaats van jij. Deed de rechter ook schitterend, wat verwacht je van mij? Dat is geweldig, daar moet ik van leren. Niet zoals ik denk, oh, ik moet het goed doen, maar wat verwacht je eigenlijk van mij? U zit in een comfortabele positie, zegt de rechter tegen de tweede spreker. Sympathiek. Ik voelde dat ook aan Bas, dat het een beetje spannend was. Daardoor was dat heel sympathiek. Ik geeuwde trouwens daarnet per ongeluk. En ik vroeg me af of dat ook in je elleboog moet. Ik heb het niet gedaan. Er is gewoon geen alternatief. Ook een super slogan. Of wat verwacht je van mij? Ook leuk. Sabine komt aan het woord. Nu lijkt het gezicht van Willem-Alexander te verstrakken. Er is zoveel pijn. Op zoveel plekken. En het is zo lastig te bepalen op welke plek je dan pijn ontlast en waar dan andere pijn ontstaat. Misschien is er gewoon een portie pijn die gelijk blijft. Mijn nichtje zei dat laatst over je leven. Dat een bolletje klei is en waar je ook drukt, het blijft hetzelfde bolletje. Ik snapte het niet helemaal, maar wel ongeveer. Ik had een paar glazen wijn op, dus dan snap je dingen ongeveer. Er is pijn, sowieso. Als slogan niet bruikbaar, hoe waar het ook is. Zou toch schitterend zijn? In beeld achter Rutte, er is pijn sowieso. Zou ook heel veel kritiek opkomen. Ik word zenuwachtig van wat Sabine vertelt. Ik denk aan al die mensen onder kerstbomen die niet weten wat er in hun lijf gebeurt. Niet handelen. Elke dag meer bedreigd door een dood die uit een hoek komt waar we nu even niet kijken. Ikzelf heb bijvoorbeeld een bobbeltje in mijn arm en een stukje glas in mijn voet. Maar ik denk steeds, ja, later dan maar weer. Zo gaat dat dus nu. Ik probeer een beetje aan mijn borst te voelen, voorzichtig. Eng vind ik het. En er was al zoveel eng. En het is hier koud en het wordt steeds kouder, lijkt het. Ik zou willen dat ik mijn jas en sjaal had en dat ik ook een neusbel kon zetten op reis. Want thuis zou ik het nooit durven. De horecaondernemer komt aan het woord. Hij draagt een trui met het woord beng, maar er hangt een koordje voor de letter E, waardoor het ook een A kan zijn, terwijl die helemaal niet bang is. U maakt een crisis door, zegt de presentatrice. Yes, zegt hij. Vrolijk, dapper. En daardoor des te verdrietiger. Hij zelf redt het wel, zegt hij. Dat is vaak. De mensen die willen praten, die redden het wel. Maar de mensen die het niet redden, die willen niet komen. Dan is de zaal leeg. De mensen met het gezwel wat niet werd gezien. De mensen die depressief. De mensen die niet essentieel blijken voor de wereld en voor zichzelf. Het gaat niet zo goed met mensen, wordt er gezegd. Ik denk aan mijn slogan, er is pijn, sowieso. Dat is het toch hoor, voor mij. Of een denkrichting, geen mening. Of zoek een plek om te lachen tegen degene die een andere mening heeft. Bent u somber? Wordt er gevraagd. Wat mist u het meest? Wordt er gevraagd. Mooie, ontroerende vragen.
waar een eerlijk antwoord op komt in deze crisis. En ik hoop en ik wens ons toe dat ze gesteld worden ook na de crisis. En dat we eerlijk blijven antwoorden. En dat we ons bewust blijven van pijn. En van al die dingen die groter zijn dan wij. En dat we blijven nadenken over wat er essentieel is en wat niet. En dat het woord samen, ook dan, in welke slogan dan ook, als eerste staat. Want pijn is er altijd, sowieso. Maar samen verzacht die pijn, als we maar blijven praten.